wij hebben samen met Agrinova onder andere ook dit project opgezet. En AMO natuurlijk. Dat doen we vrijwillig. Ook omdat we laten zien, jongens, de stad is van ons allemaal en wij willen daar ook aan meewerken. We maken er met z'n allen iets moois van. Ja. En wat is jullie idee daarachter? Ja, inderdaad dat je dat braakliggende of schurende plekken zeg maar, in de omgeving, dat je dat van een nieuwe impuls voorziet. Zodat je ja, veel bouwplannen blijven stil liggen, dat je toch van die plek wat moois kunt maken. Is dit uw hobby of uw werk, mevrouw? Dit is mijn hobby. Ja, wat heeft u allemaal aangeplant? Nou, ik heb nog niet veel aangeplant, maar de planten die hier allemaal gebracht zijn, die moeten even de grond in, totdat ze hun uiteindelijke stekkie krijgen. Het gaat helemaal niet goed hier. Oh. Moet je eens kijken wat er uit de grond komt. Levensgevaarlijk. Ik zie het gebeuren. Wat graaft u hier allemaal op? Wat graven we hier op, Arthur? Elektriciteitskabels, telefoonkabels. Dus zometeen de hele leuze kwartier in donker en dan weten wij nergens van. Ik denk het wel. Kijk, hier. Ja. Kan jij met je tong voelen of er stroom op zit? Dat kan wel, maar dat doe ik heel even niet. Ik zal dit even laten instorten. Hij zat zo, dus ik was. Meneer Van den Berg, heeft u er een beetje vertrouwen in dat zoiets iets kan worden nu? Ja, ik vind het erg leuk wat er hier gebeurt. En dan gewoon allerlei kindertjes die doorwerken in de regen. Er staan twee grote zandbulten achter me. Het voorste is een fort, dat heeft u waarschijnlijk al lang gezien. Het achterste is ook een fort en daar wordt straks een verwoede strijd uitgevoerd. Amsfortia, hè? Ik denk Amsfortia, ja. En dan is het denk ik de bedoeling dat het uiteindelijk allemaal hier over de grond verspreid wordt. En beginnen uw handen ook al te jeuken? Nou, ik heb net al gekeken, maar ik heb van die U had ze alleen gepakt, hè? Van die bestuurdershanden. Totaal geen eelt, nee, dat klopt. Ja. Maar leuk idee, hier zo'n postzegelpark? Ja, dat is zonder meer een leuk idee. En ik vind het ook heel goed dat de buurt wederom zo de tweede dag met z'n allen aan het spitten zijn. Zijn daar verder op de mozaïeken tegen de muur aan het plakken. De Haag komt hier nu aan. Nou, er komt hier niet alleen een soort geluidswalletje, maar ook een soort flora- en fauna-walletje waarin allerlei dieren zich kunnen nesten. Dus ik vind het, als straks de hekken weggaan, het wordt een beetje toegankelijk. We gaan wel de winter in, maar dan is het een fantastisch plekje. Nee, was het voor deze aan. Nou, wat je nu ziet door de economische crisis, is dat deze plekken langer braak blijven liggen dan gewenst. Voor iedereen, zowel voor de eigenaar als voor omwonenden. En dan krijg je dus dit soort situaties, plekken die al 10 jaar liggen te verkrotten. Terwijl je eigenlijk al lang de Albert Heijn of wat dan ook had moeten zitten en een mooi appartementencomplex had moeten staan. Maar dat zit er gewoon even niet in. En dan kun je zeggen, nou dan laten we gewoon liggen en dan heeft niemand er wat aan. Maar je kunt ook zeggen, laten we dat tot de tijd dat het ontwikkeld gaat worden iets moois van maken. En hoe weet die aannemer of projectontwikkelaar dan dat die, als hij het gouden aanbod krijgt, dat jullie ook weg zijn met je tuintjes, je planten en je stenen? Ja, je moet hele duidelijke afspraak maken met de eigenaar van de grond. Dat hebben we ook gedaan. Er is een juridisch contract opgesteld, zodat een eigenaar van de grond de zekerheid heeft op het moment dat hij kan bouwen, dat hij kan bouwen. En dat is heel belangrijk om dit teweeg te brengen, want anders gaat de eigenaar van de grond niet meewerken. Is dit niet veel te zwaar voor meiden? Nee hoor. Nee? Nee. Vind je het leuk werk? Ja. Ja? Doe je het vaker? Nou ja, ik heb vorige week, 2 weken terug heb ik het ook gedaan. En toen was het wel wat zwaarder. Gaat het allemaal volgens tekening? Ja, volgens mij wel. Het gaat volgens tekening, ja. En iedereen luistert ook een beetje? Nou, sommige mensen die doen gelukkig zonder te luisteren doen ze ook heel veel. Okay. Dus ik hoef niet alles uit te leggen. Nee. En u controleert en coördineert het allemaal een beetje hier? Het groene. Alleen het groene doe ik. Ik ben van het groen. Wat ben je doen?
Dat spul aan het harken, want dat moet daar liggen voor de kerstmarkt. En wat is het voor spul? Houtsnippers. Ja. De damp slaat er vanaf. Komt het omdat jullie zo hard werken of omdat het spul zo warm is? Dat komt omdat het spul zo warm is. Leuk werk hier? Ja, erg leuk, ja. U komt van het platteland? Nee, helemaal niet. Dus u staat het hier zo spontaan te doen? Ik denk dat het de eerste keer in 20 jaar is dat ik dit doe. En bevalt het een beetje? Heerlijk. Ja, het is echt lekker buiten. Je hoeft niet naar de sportschool op deze manier, hè? Nee, ik merk het. Wat is de bedoeling hiervan? Nou, dat we die hele berg hier allemaal uit gaan spreiden. En die er ook nog. En voor die tijd mogen jullie nog niet naar huis? Nee, kijk, het is nu al 2:15. Dus ik denk dat we hier al tot 6:00 bezig zijn. Leuk werk? Ja, heel leuk werk. Ja, ja, meer, wel iets met tuinieren? Ja, daar heb ik wel iets mee. Iets met de buurt ook? Ja, want ik woon al heel lang in de Van Bemmelstraat. Al iets van 35 jaar. Dus met blijdschap hier? Met blijdschap hier, ja. Eigenlijk waren we eerst een grote kelder aan het maken. Ja. En nou moet het een fort worden, want ik zie dat je een trap aan het bouwen bent, of niet? Ja. Wat zit jij te doen? Ik zit binnen te graven. En waar ga je helemaal heen dan? Gewoon diep naar beneden. Gewoon diep naar beneden. En als ze straks een andere taal spreken, dan ben je er doorheen, hè? Is dit niet veel te zwaar voor jou? Nee. Nee? Ga je wel vaker harken? Nee. Nee? Alleen vandaag? Nou, ik heb het al iets vaker gedaan. Is het een beetje goed toeven hier in het postzegelpark, mevrouw? Het is niet het juiste moment om te interviewen. Waarom niet? Gestoken. Maar u bent gestoken door een wesp. U mag alleen maar knikken dan, hè? En deed het zeer. Nou jongens, let op met je ijsjes, want mevrouw is al gestoken door een webs. Het is een wesp, geen webs. Wat is het? Het is een wesp, geen webs. Oh, geen webs. Ik dacht dat het een webs was. Maar het is dus een wesp. Ja. Oké. Hey, en jullie hebben een lekker ijsje allemaal. Is dat omdat jullie zo hard werken? Ja, weet ik niet. Weet je het niet? Jij dacht, jij kwam gewoon langs en je kreeg een ijsje. W-E-S-P. Nou, webs dus. Nee, wesp. Oh, wesp. 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 Ja. En hoe schrijf je dat? W-E-S-P. Nou, wesp. Kun jij het nou zeggen? Wesp. Oh, oké. En jij ook? Wesp. Webs.